Voor mij is het monument van twee broers die hier ook in Eindhoven woonden. De broers Horneman, Alexander en Eduard. En zij zijn in Hamburg omgekomen bij medische experimenten. Daarna zijn ze opgehangen. En ik leerde dit verhaal pas een paar jaar geleden kennen voor het eerst. En ik vind het vooral, dit monument is nu voor mij vooral een teken dat ik blij ben dat ik dit verhaal nu ken. Omdat ik het best wel gek vond dat ik er eerst niet vanaf wist. Want het toch wel over twee Eindhovenaren gaat. Dat ik dan dat verhaal niet ken en zoveel andere oorlogsverhalen wel, dat was toch best wel raar. Ik ken dit verhaal al eigenlijk sinds ik een klein meisje was. Mijn moeder was bevriend met tante van deze neefjes. Eigenlijk ben ik daardoor een beetje met het verhaal opgegroeid. Want zij is toen zij 17 jaar was naar Hamburg gegaan. En ze heeft daar het verhaal leren kennen. En ook tante Ans, de tante van Edwin en Lexie, leren kennen. En ze is eigenlijk, terwijl tante Ans toen 82 was en zij 17, zijn ze altijd bevriend gebleven. En zo heb ik eigenlijk het verhaal leren kennen. Alleen het was voor mij wel heel gek toen ik in 2015 voor het eerst met school mee ging naar deze reis om het verhaal te leren kennen. Want ik was daar en ik ervaarde toen echt zeg maar wat er gebeurd was. En toen bleek het nog veel gruwelijker dan dat tante Ans mij als klein meisje had verteld. En dat ze me eigenlijk de gruwelijkste dingen bespaard had zeg maar. Dus dat vond ik wel heel interessant, maar heel bijzonder.